Oud Ossetië naar Wassenaar, waar de VVD vandaag zijn wonden likte. Tot gisteravond laat heeft de VVD-top geprobeerd om Geert Wilders binnenboord te houden. Nu zijn ze boos op hem, omdat hij zijn zetel niet wil opgeven. Ferry Mingelen, jij bent daar in Wassenaar. Is de stemming daar erg bedrukt? Nou, Clary, ze hebben natuurlijk wel de pest er een beetje in. Want het is de eerste keer dat het de VVD overkomt dat er een Kamerlid uit de fractie breekt. En het was een goed Kamerlid en iedereen mocht hem. Dus ja, ze hebben er gewoon de pest in. Maar ze hebben ook het idee, ja, het kon eigenlijk niet anders. Maar het heeft wel een andere belangrijke vraag aan de orde gesteld. Hoe groot is de vrijheid van individuele Kamerleden om standpunt in te nemen. Kijk, in 2002 het succes van Fortuyn. VVD schrikt zich een ongeluk. Rechterflank. Sindsdien kregen mensen als Geert Wilders alle ruimte om op rechts te spelen. Nou, dat gaf in die fractie zelf al wat irritatie, want we kregen veel publiciteit en anderen zijn dan jaloers. Maar het geeft ook zo langzamerhand politieke problemen. Want als Geert Wilders tegen Turkije mag stemmen, en misschien later ook nog tegen de kieswet, waarom zouden andere Kamerleden van de VVD dat dan niet mogen? Dus binnen de kortste tijd heb je ellende, heb je kabinetscrisis. En dat was de reden waarom fractievoorzitter Van Aartsen natuurlijk de teugels bij Geert Wilders weer probeerde aan te trekken. Nou, dat was bij Wilders al te laat. Maar de vraag is, hoe gaat hij nou met de rest van de fractie op dat punt om? Daarover hebben ze hier de hele dag gepraat. De fractievergadering is nog bezig, dus we hopen hem zo te zien. En terwijl die fractie hier in dit prachtige kasteel Wittenburg zat te vergaderen, zat de aanstichter van al dit leed, Geert Wilders, moederziel alleen, op zijn kamertje aan het Binnenhof. Goedemiddag. Hoe is het met u? Zo de dag na afloop? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb een dubbel gevoel. Aan de ene kant nog steeds een kater. Dat is toch heel vervelend wat er gisteren allemaal is gebeurd. Maar aan de andere kant ook een gevoel van opluchting. Want het was een zware week met grote druk en vervelende conflicten. En ik ben ook wel eerlijk gezegd blij, los van het vervelende gevoel, dat ik dat nu achter de rug heb. En nou, nu moeten we er wat moois van gaan maken. Opluchting bij Wilders na de climax gisteravond, toen hij bekendmaakte uit de VVD te stappen. Hoe kom ik hier uit? Maar hij staat er nu wel alleen voor. Hoe kom ik hier uit? Zijn voormalige fractiegenoten hebben weinig begrip voor hem. Zo blijkt vandaag op Kasteel Wittenburg, waar de fractie bijeenkomt. Ik hoor u zo, maar u klinkt zo boos. Iedereen verbijt zich wel eens als hij in de politiek zit. Het komt ons allemaal voor dat we ons zin niet helemaal krijgen. Alleen verwende kinderen willen hun zin 100% hebben. Meneer Oplaat, u schreef samen met Wilders het 10-puntenplan. Ja, dat klopt. Maar wat betekent dit nu voor uw politieke positie? Geen idee. Volgens mij lig ik niet onder vuur. En ik heb direct gezegd dat ik loyaal ben aan de fractie. Ik ga de discussie graag aan in de fractie. En uiteindelijk draag ik altijd het fractiestandpunt uit. Ik heb nooit anders gedaan en dat blijft ook zo. Ja, bent u niet bang dat u nu zelf ook minder ruimte zult krijgen? Dat is absoluut niet relevant. Hoezo niet? Nou, er is een spanning ontstaan tussen fractie en Geert Wilders. Het is geëindigd zoals het geëindigd is. Ik ben daar heel erg verdrietig over. En wij gaan nu met z'n allen zitten en ons bezinnen over onze toekomst. Maar voor uw politieke strijd betekent het niks, denkt u? Ik ben mijn maatje kwijt. Ik ben een bondgenoot kwijt. Ik ben iemand kwijt die mij altijd gesteund heeft in de fractie. Het is een zwarte bladzijde voor de VVD-fractie, want het is nog nooit eerder voorgekomen. Tegelijkertijd zeg ik zelf, het is ook het komt een einde aan een verwerking van een traumatische periode vanaf november 2001. Toen is in feite met de opkomst van Fortuyn is die hele politiek opgeschud. Ik vind dat wij als VVD dat nooit goed hebben verwerkt. Er is een hele nieuwe trend gekomen, moesten allemaal nieuwe mensen komen. Alles mocht gezegd worden. En je ziet op een gegeven ogenblik dat spitst zich toe, dat escaleert. En dan barst de bom. En die bom is nu gebarsten. Wilders kon volgens Rijpstra dus zijn gang gaan omdat de VVD geen antwoord had op Fortuyn. En Wilders wil nu een nieuwe beweging opzetten die verdacht veel lijkt op die van Pim Fortuyn. Het gaat er niet om of ik de baas ben of een ander. Het gaat er nu om dat er wordt geluisterd naar wat de mensen in het land en op straat, in de steden en de dorpen vinden. Dat ik daar naartoe ga, dat ik daarmee ga praten en dat ik ga luisteren. Mag zeggen wat ik vind, gelukkig vanaf vandaag weer. En dan zullen we kijken of ik daar ook goede mensen mee vind. Een nieuwe partij die ook uit is op de kiezers van de VVD. De liberalen vergaderen vandaag over hun koers. Maar ze zeggen dat ze niet bang zijn voor de lijst Wilders. Met wie? Met ruziemakers? Zal hij onder Peter R. de Vries wel kunnen functioneren? Ik weet het niet. Dank u. Ik denk dat Henk Kamp hele wijze woorden heeft gesproken. Door te zeggen van, we hebben aan de rechterkant van de VVD nooit iets fatsoenlijks gezien.
Dus dat zal een hele tour worden voor de heer Wilders. En wij gaan gewoon door met ons beleid en waar wij voor staan. Bent u bang voor een partij rechts van de VVD onder leiding van Wilders? Nee, in het geheel niet. Juist omdat de liberale VVD op al deze punten die voor hem belangrijk zijn en die voor ons belangrijk zijn, nog steeds gelijk denken. Dat is geen nieuwe Pim Fortuyn. Ik geef geen kwalificaties. Ik denk. Dat is gewoon geen kwalificatie, Pim Fortuyn. Pim Fortuyn, die zoals u weet ik heel goed heb gekend, was Fortuyn. Ik heb veel respect voor Pim Fortuyn. De manier waarop hij zijn ideeën naar voren bracht, het lef wat hij had, daar heb ik enorm veel respect voor. Ik ben geen Pim Fortuyn, ik zal ook nooit een Pim Fortuyn worden. Maar ik kan wel wat van hem leren. Maar Wilders, ik ben Geert Wilders. Nou ja, ik ben Geert Wilders. Ik heb mijn eigen stijl. Ik heb mijn eigen eigenschappen en authenticiteit. En ik probeer gewoon zoals ik ben mijn werk te blijven doen. Ik wil niet op iemand anders lijken. Ik wil mezelf zijn. En ik hoop dat dat goed genoeg is voor de mensen in het land. Goed, inmiddels staat de heer Van Aartsen naast mij. Meneer Van Aartsen, heeft u vandaag flink de teugels aangetrokken? Zoals ik gisteren al zei, ik heb een bepaalde stijl van leiding geven, die verander ik niet. Dus er zijn geen teugels aangetrokken. Maar die stijl van leiding geven heeft wel tot dit ongeluk geleid. De heer Wilders heeft te veel ruimte gekregen en kon toen niet meer terug. Ja, maar als iemand besluit om een soort eenmansbedrijfje binnen een fractie te beginnen, dan gaat dat natuurlijk niet goed. Als je niet mee wil spelen in het team of mee wil roeien in de boot, dan komt er niets van terecht. Maar is dat niet die keuze heeft Wilders gemaakt. Hij stapte op, wij en ikzelf ook hebben er werkelijk alles aan gedaan om hem binnenboord te houden. De fractie steunt u daarin wat de laatste week betreft. De vraag is natuurlijk of u al niet veel eerder de heer Wilders veel te veel ruimte heeft gegeven. Sommigen zeiden, ach, Geert is gewoon verwend. Daar ben ik het niet mee eens. Hij had een heel belangrijke portefeuille. Dingen die typisch liberaal zijn. Veiligheid, het integratiebeleid. Denk aan Ayaan Hirsi Ali. Interne, externe veiligheid. Daar verandert het standpunt van de VVD geen sikkepit in de komende periode. Dus hij had de ruimte die de fractie hem gaf en terecht heeft gegeven. Maar heeft die ruimte dan zo ingevuld dat hij op een gegeven ogenblik zijn eigen handel wilde gaan bedrijven? Het breekpunt is min of meer toen hij begin juli met een eigen puntenplan kwam. Nou, daar hebben we dan nu de conclusies over getrokken. Dat wil zeggen, ik heb hem ongelooflijk veel vrijheid ook in de toekomst willen gunnen. Ik heb niemand de mond willen snoeren. Ik heb niemand ultimata gesteld, ook hem dus niet. Hij wou de ruimte die hij zou krijgen niet meer benutten binnen de VVD. En dan is er dus geen houden aan. Nu zegt u, ik ga de teugel niet aantrekken. Dus wie zegt dat we over een jaar hier niet weer staan en dat iemand anders uit de fractie of dat er weer problemen zijn? Hirsi Ali is nou ook niet de makkelijkste. Ayaan is een van de meest briljante Kamerleden die wij in de club hebben. Dat bleek, maar ook wel heel erg eigenwijs. Dat bleek. Maar zij is een, laat ik zeggen, zoals de vrouwenacht bij het roeien een medaille won, zo werkt ze met de riemen de goede kant op. En Wilders wou tegen draads roeien. Nou, dan haal je de eindmeet dus niet en ook geen medaille. Nou, is het de eerste keer sinds 1945 dat de VVD zoiets overkomt? En u bent de verantwoordelijke fractievoorzitter. En als ik u nou goed begrijp, is er de hele dag gepraat. Is er geen les geleerd. De teugels hoeven niet te worden aangescherpt. Wat gebeurt er nu? Als iemand, zoals ik u heb uitgelegd, besluit om een eenmansbedrijfje binnen een club te beginnen, dan gaat het niet goed. Als iemand besluit om achteruit te roeien terwijl je vooruit moet, dan gaat het niet goed. Hij besloot op te stappen. Wij blijven en zijn een liberale partij die al die onderwerpen waar die Wilders en ons aangaan, ik noemde ze, veiligheid. Ja, ja. Maar zonder meer discipline in de fractie, moet de fractie niet meer als een eenheid optreden en minder ruimte voor prima donna's? Maar wij zijn als eenheid opgetreden. Het kabinet heeft werkelijk waar helemaal niets te klagen over de opstellingen. Nou, daar heb ik wel eens wat anders over gehoord. Nou, dat heeft u slecht geluisterd. Wilders heeft zijn opinies over de hoofddoeken in moeten slikken en heeft zich geschikt naar het fractiestandpunt. Wij zijn als een solide fractie opgetreden, maar als iemand besluit om helemaal voor zichzelf te gaan werken en zegt, ja, ik wil toch binnen de club blijven, daar helpt geen lieve vader of moeder aan, dan moet er ook een keer een conclusie worden getrokken. En hij trok die conclusie, niet ik. En u valt niks te verwijten?
Dat klinkt allemaal zo naar, maar ik heb er werkelijk waar. Ik ben tot de grond gegaan, tot de rand gegaan om hem binnenboord te houden. Maar als iemand dan ook nog zegt, nee, ik doe het niet, ja, dan valt dat volgens mij ook niet mij te verwijten. Goed, dank u wel. En dus probeert Geert Wilders nu in zijn eentje een nieuwe rechtse partij in het leven te roepen. Hij zegt dat hij de afgelopen week talloze steunbetuigingen heeft gehad. Tonke Dop.